Dit is een geile kleuter, nummer 13. Heel klein stukje tekst. Dus het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13, op pagina 13. En dit is voor degene die net pas inhaken. Het gaat hierover. Een geile kleuter. Wat je hieronder, wat je hier ziet staan, dat is mijn naam. Perry Winkel. En ik heb een Duitse afkomst. Heel erg grappig allemaal. Ik ga hem afsluiten. En wat ik altijd leuk vind, is om het goed af te sluiten. En als je wil weten waarom ik het goed wil afsluiten, dan moet je die eerdere uitzendingen gaan lezen, gaan bekijkeren, luisteren. Ook een beetje doorlezen, het is echt heel leuk, het is heel mooi Nederlands. Mijn dochter, die is nou 17 en ze heeft een vriend, om heel serieus. En ze kan met een naaimachine en zo. Ze kan afwassen, ze kan eten koken. Ze kan heel goed met kinderen omgaan. Gewoon geweldig. En die is door dit werk heen gegaan met de stofkam. En elke, hier staat geen fout in. Je kan een, het is heel mooi gedingest. En er staat geen enkele fout in. Het is foutloos Nederlands. Terwijl we het hebben over de moord die gepleegd is op haar broer. Dat wordt nog wat als ze hier achter komt. Want of ze het helemaal beseft, dat weet ik niet. Of helemaal kan beseffen. Nou, dat weet ik zeker, dat kan ze nog niet. Dat gaat ze nog heel, dat gaat ze nog, dat is ook maar een Zuid-Nederlands praten. De God zie nog, dat gaat ze nog tijd kosten. Wij zeggen in het Westen, dat gaat haar nog tijd kosten. Want tijd gaat het kosten. Dat is een mooi gezegde. De tijd dat hij alle wonden heelt. Maar ik weet niet of dat zo is. Maar ik weet wel. Het helen van een wond kost tijd. En soms ettert het gewoon door. En dan, dan krijg je oog om oog, tand om tand, hè. Ik lees gewoon even voor, dus hoofdstuk 13. Eind goed, al goed. Bij het ontbijt viel het me op dat mijn zoon snel at. Dacht dat het wel goed zou komen. Oogcontact met mijn dochter probeerde ik te vermijden. Wilde haar geruststellen. En dat lukte. In die tijd bracht ik mijn zoon naar school. Soms mijn dochter. Deze keer ook. Ik blij. Ik probeerde me voor te stellen dat hij bij het onderwijs, ondanks zijn schokkende, door internet veroorzaakte ervaringen, een fijne dag zou hebben. En dat is ook zo gelopen. Hij is helemaal niet bang. Nog steeds niet. Hij is gewoon geil. Ik mag daaraan wennen. Het gesprek 's avonds stelde niks voor. Volgens mij is hij erachter. Lebensraum is alles. Geil, een middel. Ah, dit is ook weer ongelooflijk. Ik ben gestopt met voorlezen. Jullie mogen allemaal opgelucht ademhalen.
het werk Een geile kleuter van 13 hoofdstukken en 13 pagina's is voorbij. En waarom heb ik dit opgeschreven? Om een beetje pederasters naar mijn site te lokken? Mijn dochter is inmiddels 17. En die heeft Dr. Martens aan haar voeten. En Dr. Martens, dat zijn van die soldatenkistjes. Ja, natuurlijk niet. Dit werk gaat ergens anders over. Het gaat over onze immoraliteit. Dat wij alle gevoel voor dat wat goed zou kunnen zijn, of goed zou mogen zijn, goed zou moeten zijn, dat we dat verloren zijn. En dat we ons af laten bluffen door een stelletje, ja, bullies eigenlijk, hè? Van mensen met een grote mond. Van: ik ben Joris Demmink en ik heb graag seks met jonge homo's. En ik kijk niet altijd op mijn snelheidsmeter hoe hard ik ga. Ja, maar je weet dat ik ga er hard voor, jongen. Ah. En hij mag dat gewoon. Wat moet je daar tegen doen? In elk geval, je moet niet gaan stemmen op D66. Dat weten we zeker, dat die lui niet deugen. En de VVD en de PVV en de partij van de Auschwitz, de Arbeid Macht Vrij Partij, de Partij van de Arbeid. Werken, akels. Laat ons maar gewoon die kinderen neuken en jullie lekker werken. Daar gaat dit werk over. Wel, ik ken een man en is ergens in Zaandam of Noord-Holland. Ik kom dus onder Amsterdam. Hij is boven Amsterdam. Van boven is een. Ja, zo. En ik ben geboren in Bovenkerk. En dan krijg je gelijk denken van: oh, wat ingewikkeld. Want onder Amsterdam heb je Bovenkerk. Ja, zo heet dat dorp. Een katholiek dorp. Die man die is beland in een kinderinstituut. En hij weet dat er dus, ja, die kinderen zitten in die instituten en ja, het is gewoon helikopter er naartoe en gewoon kindertjes rapen. En die geef je gewoon 3 frikandellen en een beetje ecstasy of GHB of cocaïne, maakt niet uit. Gewoon lekker drogeren. Ga je lekker wild op die kinderen. Hij weet dat het waar is. Hij weigert erover te spreken. En hij bestrijdt mijn woord niet. En dan weet ik al hoe laat het is. Ik heb het op het internet gelezen dat het op die plek plaatsvond. In de buurt van Nijmegen. Waar ze die iets met stenen. Doen ze daar stenen maken, stenen bakken, stenen bakkerijen. Daar in de buurt. Hij is daar, heeft daar verbleven. En hij weet. Ja, hij bestrijdt mijn woord niet. Ik ga ervan uit dat hij het er liever niet over wil hebben. En ik heb respect voor het feit dat hij, omdat hij zijn ouders hadden, ja, zijn ouders konden het niet meer. En hij ging mee met de bus of zo, politiebus. Moest hij helemaal naar in de richting van te dicht bij Nijmegen. Hij wil het er niet over hebben. Daar heb ik respect voor. Andere mensen,
die het er niet over willen hebben, werken daaraan mee. En die mensen, die veracht ik. Daar heb ik geen respect voor. Want het gebeurt. Er zijn oudere mannen, ook vrouwen trouwens, en die willen gewoon seks. Koet, kekoet. Om het maar op zijn Frans te zeggen. En ze kweken gewoon, ja, kinderdagverblijven, kinderinternaten. Je brengt je zoontje naar de kerk, naar de kark. En dan mag hij de hele middag met meneer pasteur. En het gebeurt aan de lopende band. En het heeft geen goede invloed op onze samenleving. Net als abortus. Het ontvruchten van vrouwen. Dat is ook net zo slecht. Wij worden er alleen maar gek van. En we kunnen ook zeggen, nou, we ontkennen het. En hou er dan wel rekening mee dat die mensen die wel naar die kinderterhuizen zijn gestuurd en die daar totaal kapot vandaan komen, daar ga je dan wel voor zorgen. Heb je dat goed begrepen? Als je dat accepteert, hè, dat kinderen van ons gewoon gepakkerd worden door jongens, door Democrats en consorten. Want denk je dat Joris Demmink de enige pederast van Nederland is? Nou, ik dacht het niet hoor. Ik ken persoonlijk iemand die deed het gewoon met jongetjes van 12. Tegen vergoedingen. En die heeft in de Eerste Kamer gezeten. En als ik zijn naam noem, dan kan ik er nog gezeik mee krijgen ook. En ik heb van hem gewonnen met schaken een keer. Wat best een prestatie. Om 12 uur 's nachts in de kroeg. Maar dat is niet de manier, lieve kinderen, van mijn vader. Lieve broers en zusters. Het is niet de manier. Dat mag niet. En wij kunnen en wij moeten dus. Wij mogen, wij kunnen en dus moeten wij. En dan komt hij, ja. Want het eerste stukje is een tautologie. Als je iets mag en als je iets kan, dan moet je het ook. Denk daar maar even over na. Het maakt niet uit als jij mag afwassen. Als je kan afwassen, dan moet je ook afwassen. Als je mag stofzuigen, als je kan stofzuigen, dan moet je ook stofzuigen. Wij kunnen, mogen en moeten hier iets aan doen. Want je mag dit niet toestaan. Die kinderen die misbruikt zijn, en daar heb je het echt over. Ongelofelijke aantallen. Dit mogen wij niet laten geschieden. Punt. En de reden daarvoor is, omdat die kinderen, dat zijn onze broeders en zusters. Ik zou je mooi ter afsluiting. Ja? Over broeders en zusters. Er was een Molukse familie. Met een, ja, die hebben hele mooie vrouwen. En er was een Turk. En die heeft die mooie vrouw gepakt. In de zin van gepakt. Verkrachting heet dat. En een blauw oog geslagen. Dus dat meisje, dat kwam hinkelend thuis. Strompelend. En de hele familie bezorgd van wat is er aan de hand geweest. En zij heeft alles verteld. En dat was die Turk. Wat denk je dan wat in de Turk is gebeurd? Nou, het ging als volgt. Van twee broers en een neef.
Of een neef, twee neven en één broer, maakt niet uit. Die ene die had een rijbewijs en een auto. En die andere twee die hadden zoiets van take down the mofo. En die derde, dus die in de auto was blijven zitten, die heeft maar 8 maanden of zo, kreeg hij in de gevangenis. En de rest van die jongens, ja, die zit nog steeds, denk ik. En die Turk is dood. Waar haalt die vent dat lef vandaan? Om een vrouw te verkrachten. Om een broer of een zus van jou te verkrachten. Die mensen moet je weghalen. Je moet het ook echt leren aan kinderen dat die wet ook geldt. Dat kinderen zich veilig gaan voelen en weten van oké, ik kan verkracht worden. Dat is tot daaraan toe. Dat is mijn eigen stomme klote schuld, kutschuld, maakt niet uit. Maar die verkrachter gaat dood. Ik denk van krachten wel niet, man. Dat mag helemaal niet. En wij kunnen gewoon zeggen, Romeinen 12 vers 19, de wraak is mij. Ja. Op welke manier dan? Dan ga je gewoon een beetje... Ja? Ik vind het goed hoor, dat je zegt van... verkrachters van kinderen, nou, dat is gewoon aan God om dat af te rekenen. En ja, en jij stemt op de VVD? Want Joris Demmink was voor de VVD. Dus als jij stemt voor de VVD, nou, dan neem ik je mee. In de Big Rapture. Je mag dus niet meer stemmen op de VVD. Dat is duidelijk. Of praat ik uit mijn linker en rechter oor of zo? Dat kan toch gewoon niet? Hoezo ga jij je aan de wet houden en deze mensen gaan gewoon hun gang? Bah! Nou, even over de tekst. Oogcontact met mijn dochter probeerde ik te vermijden. Dat is ook... Dat doe ik ook niet zo. Ik zit nooit naar mijn dochter te staren. Juist doordat je geen aandacht geeft aan iemand, geef je iemand rust. Snap je die? Dat is een gedicht eigenlijk wat hier staat. Hè? In die tijd bracht ik mijn zoon naar school. Dat is ongelooflijk leuk. Dus als je dat nog nooit hebt meegemaakt van je leven, moet je het echt doen. Dat is zo ontzettend leuk. Samen wandelen. Met mijn dochter heb ik gehuppeld. Gingen we huppelend naar school. Lachen, jongen. Ik probeerde me voor te stellen dat hij bij het onderwijs, ondanks bla 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 bla, een fijne dag zou hebben. Ja, dat heb ik ook heel vaak zo gewenst voor mijn kind. Van nou, ik dump je hier bij een of andere concentrationslager. Zo dadelijk om 4 uur sta ik er weer en gaan we lekker. Ga je dan eten? Een fruitsleutel of een dropsleutel? En deze dus. Hij is helemaal niet bang. Nog steeds niet. En dat is waar wij allemaal naar op zoek moeten. Want het probleem wat wij voor ons zien met die hele vervelende, ongelooflijk fout gelopen wereldorde, die totale dood in het water ligt, het is helemaal voorbij. Hè? En de rot die zit erin, en ze zitten kleine kinderen te neuken. En daar mogen wij niet bang voor zijn. Wij moeten dit gewoon laten gaan. Wij moeten dit exposeren. En dat is de wraak die wij nemen namens de Heere Heren. En wat hier staat, hij is gewoon geil. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Hè.
En natuurlijk ben je gewoon geil. Iedereen is... Dat heb je gewoon van de Heer gekregen. Want gaat heen en vermenigvuldigt u. Er moet toch een reden zijn om kinderen te krijgen. Ik mag daaraan wennen. Dat is de non-taal. Het gesprek 's avonds stelde niks voor. Dat is non-taal. Volgens mij is hij erachter. Dat is non-taal. En hier komt hij. Lebensraum is alles. De ruimte voor het leven. Lebensraum is een term van de Nationaal-Socialistische Beweging. Dat is een beweging van de paus in Duitsland. Lebensraum. De Adolf Fiospieler. Adolf Hitler. Natuurlijk is levensruimte alles. Jij moet ook gewoon je ruimte pakken. En mijn zoon, als hij niet geaborteerd zou zijn geweest, dan was hij momenteel, het is nu 2017, dan was hij nu 9 geweest, denk ik. Was hij 9 geweest? Nou, die zoon van mij, die had... daar had ik wat aan gehad. En geil een middel. Dus geilheid is geen doel. Dat is een mooie afsluiting. Ik heb seks gehad met prostituees. Met één prostituee. Nee, misschien wel iets meer. Maar nooit betaald. Ze kwamen slechts op bezoek. En die vrouwen die waren helemaal into seks. En nou, ze wilden gewoon gelijk, ze waren nog niet binnen of ze hadden de onderbroek al uitgedaan. En omdat ze geen vazen omver gooiden en zelfs nog de afwas gingen doen en dat soort dingen, accepteerde ik die vrouwen. En die vrouwen die waren helemaal into geilheid. Als doel. Ze vluchten erin weg. Een geilheid. Dus dat je aan wil raken. Dat je die elektriciteit wil voelen. Het is een middel. Het is een middel om ergens te komen. Bhagwan. Het is een filosoof van de 20e eeuw in Amerika. En hij was een filosofieprofessor. Dus echt een professor, een hoogleraar in India. En hij kon teksten lezen. Hij heeft Arthur Schopenhauer bestudeerd, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche en Heidegger. En de Mahabharata en de Dhammapada. Hij wist heel veel. Hij zei het ook. Geil zijn is alleen maar een middel. Het is geen doel. En je doel is onbepaald. Je doel is eigenlijk dat je goed luistert naar het vogeltje. Naar iets wat jou trekt. Iets waarvan jij denkt, dat moet ik gaan doen. En dan kom je tot handelen. En dat je daarbij internetporno kijkt, bijvoorbeeld. Dat was een heel stom voorbeeld. Maar het is maar een middel. Het mag geen doel zijn. Het is namelijk geen doel. Het is alleen maar een middel. En als je dat niet erkent... Als je zegt, maar seks mag niet en dat is allemaal vies en bla bla bla, en, schimmels en zo. Al die gevaren bestaan natuurlijk. Maar als je het ontkent, dan ben je net zo fout bezig. Vandaar ook dat Osho dus zei tegen zijn discipelen en zijn leerlingen, van ga je te buiten aan seks.
doe het gewoon totaal. Dan weet je het tenminste wat het is. Recreatieve seks. En je voelt er wat bij. En heel veel mensen kunnen het gewoon niet. Die hebben niet die ontspanning. Ja. Zo ging zijn beweging uiteindelijk ten onder. Maar in principe had hij gelijk. Dus dat Joris Demmink graag seks heeft met jonge homo's. Het is wat mij betreft geen probleem. Mijn probleem is dat hij de wet overtreden heeft. Als secretaris-generaal, de baas van justitie. Dat lijkt me toch echt heel vervelend. Voor ons. Dat wij dat hebben. En het andere is dus dat ik mijn zoon kwijt ben. Dat vind ik ook heel vervelend. In principe zag het er allemaal goed uit. Dat had een mooi mens kunnen zijn. Ook voor jullie. Een orthodox, een rechtwoordig mens. En die is er mooi niet gekomen. Leuk is dat. Maar op zijn Hamburgse zeg ik tjus. En dag lieverds. Bedankt voor het luisteren vanuit mijn hart.